en welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Benenk en in deze video ga ik aan de slag met de leuke Lovely in Linen productselectie voor de Global Stampin' Video Hop. En het thema deze maand is Pretty Pattern Papers, dus mooie designpapiertjes. En dat Lovely in Linen designpapier, dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi uitgangspunt om te gebruiken. Daarbij hoort ook deze bundel, de Lovely and Lasting bundel, polymeer stempelset met een leuk kader wat ook in deze pons past. En diverse gave, zeer toepasselijke teksten voor verschillende gelegenheden. Goed, wat heb je nodig buiten deze bundel en het papier om deze kaart te maken? Je hebt nodig een basiskaart en ik heb in dit geval gekozen voor Soft Succulent cardstock. Die is 10,5 keer 29 centimeter gerild door het midden op 14,5. En die rillijn die vouw ik altijd nog even een keer extra aan met mijn vouwbeen. Dan heb je nodig voor de binnenkant van de kaart een mat van 10 keer 14 centimeter. Dus die gaat aan de binnenkant van de kaart. En je hebt nodig diverse strookjes designpapier. En die pak ik hier even bij. En dan zal ik eventjes aangeven wat je per stuk zeg maar nodig hebt. Ik heb dit natuurlijk uitgemeten dat dat precies past op een voorzijde van een kaart die 10,5 keer 14,5 is. Dus wat heb je uiteindelijk nodig? Je hebt vier streepjes of strookjes van een halve centimeter bij 10,5 centimeter nodig. Je hebt, even kijken, drie strookjes nodig van 10,5 keer 1 centimeter. Dus dat zijn deze. En je kan natuurlijk beide zijden van het papier iedere keer gebruiken. Je hebt er drie nodig van anderhalf keer 10,5 centimeter. En twee brede van 2,5 centimeter keer 10,5. En dat samen maakt dat je uiteindelijk de voorkant van je kaart compleet kunt beplakken. We leggen ze nog eventjes apart. We gaan eerst eventjes stempelen. En dat stempelen dat doen we voor de binnenkant van de kaart met Sweet Sorbet inkt, Soft Succulent en Evening Evergreen. En we gaan aan de slag met wat embossen. En het embossen dat doe ik met het gouden embossingpoeder. Want dat wil ik gebruiken om de kaart verder af te maken. Wat gouden accenten. Goed, we gaan eerst even stempelen. En het leek mij leuk om in ieder geval de binnenkant van de kaart gewoon een klein accentje te geven. Niks groots, niks ingewikkelds, maar een klein accentje. En dat wilde ik gewoon onderaan de kaart plaatsen. Dus ik heb een paar van die kleine stempeltjes uit die Lovely and Lasting stempelset gepakt om zo'n detail te creëren. Dus dit is zo'n soort zo'n kransje. Dan heb ik, Sweet Sorbet voor een schattig bloemetje wat ik daar eigenlijk gewoon boven ga stempelen. Ook weer uit diezelfde leuke set. Dus je kan je labels ook hartstikke leuk aankleden met deze stempelset. En dan heb ik nog het Soft Succulent. Die kleuren die komen dus ook alle drie terug in het papier. Nog twee takjes zo aan de zijkant. En dan hebben we gewoon een klein accentje toegevoegd aan ons kaartje. En dat kunnen we dan ook al meteen aan de binnenkant van onze kaart weg gaan plakken. En daar gebruik ik multipurpose liquid glue voor. Daar heb je altijd maar een klein streepje van nodig. Plakt heel goed. En die plakken we dus aan de binnenzijde van onze kaart. En dan is die al meteen een beetje opgeleukt. Ik doe dat niet altijd meteen, omdat ik niet altijd weet waar ik de kaart voor ga gebruiken. Maar in dit geval met dit soort stempeltjes hoef ik er niet een specifieke tekst bij te hebben. Dus dan kan je meteen een heel leuk accent geven. Goed, nou gaan wij een soort patchwork verhaal creëren. Wat ik meestal doe is dat ik eigenlijk het begin met het neerleggen in een bepaalde volgorde. Waarbij ik een beetje kijk van, hoe zet ik de kleuren op elkaar af? Je ziet dus ook dat er eigenlijk verder van het basis cardstock niets te zien is. Ik denk dat ik trouwens hier
niet groen naar groen pak, maar dat ik hier een blauwe pak. Dus al die leuke patroontjes van dat Lovely in Linen designpapier, die komen naar voren. Ik wissel het een beetje af met de afmetingen, dus 1,5, 1 centimeter, 1,5 centimeter. Ik hou niet per se daarin vaste volgordes aan. Ik kijk gewoon wat op dat moment uitkomt. Misschien pak ik hier juist wel deze bloemen. En dan ga ik eigenlijk zo stap voor stap mijn kaart vullen. En dan kijk ik dat de kleurtjes bijvoorbeeld bij elkaar passen. Of juist, nou dat past het eigenlijk altijd wel bij Stampin' Up. Maar dat je een beetje leuke patchwork overgang hebt. En dat geeft een heel leuk effect voor je kaarten. Dat patchwork. En ik doe dus niet automatisch 1,5, 1, 1, 1,5. Het wisselt zich eigenlijk een beetje af. En ik probeer niet dezelfde afmetingen naast elkaar te hebben. Nou, ik vind hem zo eigenlijk hartstikke goed. Wat ik net heb gedaan was eigenlijk alleen maar een heel klein randje lijmen. In dit geval doe ik dat niet. In dit geval pak ik echt wel het hele stuk. Maar ik kom niet helemaal tot het uiteinde van mijn strook. Want op het moment dat ik die strookjes op de kaart ga plakken, dan vloeit de lijm altijd een beetje uit. En op het moment dat het dan uitloopt, ja, dan krijg ik overal plakrandjes. Dus ik probeer in het midden eigenlijk van mijn strookje te blijven. Dat wanneer ik dat op de kaart plak, dat ik dat een beetje uit kan drukken en dat het uiteindelijk niet overal zit, maar wel op die kaart. Stel dat ik nou niet helemaal accuraat gesneden heb en ik merk dat aan één kant het strookje oversteekt, dan doe ik dat ook allemaal naar één kant en dan knip ik dat straks even bij. Dit stukje plakken, dat ga ik versneld doen. Maar ik heb nu net uitgelegd hoe ik dat in principe aanpak. En dan ben ik zo direct weer bij je terug. Zo, we hebben hier het kaartje kant en klaar met alle strookjes. Wat ik nog even was vergeten te vertellen waarom ik die afmetingen gekozen had, is dat ik op die manier op 12 strookjes uitkwam. Dus door die 4 van 1,5 centimeter, 3 van 1,5, 2 van 2,5 en 3 van 1 centimeter. Want dan krijg je 12 strookjes en dan kun je dus ook alle designs uit een groot pak designer series papier, dus een 12 bij 12 laten zien. Want die zitten vaak met 12 vellen en 6 keer 2 designs. Dus nu heb ik alle designs ook op mijn kaartje. En dat geeft meteen dus een hele mooie sample van alles wat er in dat Lovely in Linen designer series papier zit. Goed, deze leggen we eventjes aan de kant. We gaan embossen en daarvoor heb ik die gave embossing tray gepakt van Stampin' Up. Staat in de mini-catalogus. Kwastje, een embossing buddy en een handige pincet om je papier vast te houden zodat je je handen niet brandt met de heat tool. Ik ga de embossing buddy gebruiken om vette stukjes van mijn cardstock te halen. Vette vingertjes of misschien nog een beetje plak. Van de lijm. Dan pak ik mijn Versamark inkt. Ik zal deze eventjes een beetje aan de kant leggen. Mijn Versamark inkt. Goed beinkten. En ik begin met het label. Ja, of de uitleiding van het label. Stempel ik. Vervolgens pak ik mijn tekst. Ik heb gekozen voor de tekst thank you. Mooi. Cursief lettertype. Chic. En die stempel ik in dat kader. Dan doen we de inkt even weg. Dan heb ik hier, ik heb altijd van die losse doosjes waar ik mijn embossingpoeder heb. En dan kan je je tray erbij pakken. En daar giet je het gewoon overheen. Je
tikt het af. En alles is nu goed bedekt. En vervolgens kan ik hier het dopje afdraaien. En giet ik eigenlijk in één handomdraai het poeder terug. En dan kan ik die kwast gebruiken om dat poeder allemaal uit die tray te doen. Dus een hele fijne, het is een soort kunststof haar. Dus dat zorgt ervoor dat het niet heel erg statisch is, maar dat het echt wel alles meepakt. Dus dat hebben we zo. En diezelfde kwast die kun je gebruiken als er bijvoorbeeld op je embossed stukje cardstock iets zit. Om te zeggen van, hé, ik doe iets weg met mijn kwast. Dus dat werkt hartstikke goed. Ik ga dit heat embossen. Dat doe ik weer even versneld. Maar dit is echt een ongelofelijke aanrader. En ook deze met het heat embossen. Als je echt een kleiner stukje cardstock zou hebben, kun je heel goed vastpakken. Je hoeft niet de hele tijd te blijven knijpen. Dus dat is heel fijn voor mensen die misschien last hebben van hun gewrichten. En dat houdt het gewoon vast. En dan kun je met je heat tool aan de slag. Dat ga ik nu doen. Alleen doe ik dat even versneld. En dan ben ik zo weer bij je terug. Zo, hier zijn we weer. We hebben onze mooie tekst embossed met dat goud. Je hebt waarschijnlijk gezien dat ik even een heel licht vochtig doekje heb gebruikt om dat talkpoeder wat van die embossing buddy kwam eraf te vegen. En dan gaan we de kaart afmaken. En bij dat Lovely in Linen, daar passen dus heel veel verschillende kleuren. Want er zitten echt veel kleuren in vanuit het kleurenpalet. Waaronder ook incolors. Maar ik heb deze keer gekozen voor het Fine Art Ribbon. Waarom? Het heeft een hele neutrale kleur. Een beetje dat linnenachtige, maar ook een stukje goud. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg tof in dit geval. En ik ga een strik maken rondom mijn kaartje. En dat doe ik rondom het gedeelte, ja, eigenlijk waar mijn eerste strook van 2,5 centimeter zit. En ik ga proberen die strik hier aan de zijkant te maken. En dit is best een breed lint. Lijkt heel grof, maar het strikt dus echt heel erg fijn. Nou, dat zag je al net. Ik hoef niet heel veel moeite te doen. En je hebt eigenlijk meteen een heel mooi strikje met mooie bolle lusjes. Dus dat geeft meteen al best wel heel veel cachet aan zo'n kaart. Ik verschuif hem een heel klein beetje en dan ga ik namelijk mijn label hier naast de strik op de kaart plakken. Dat doe ik met dimensionals om hem even wat hoogte te geven. En omdat dit wat dikker lint is, pak ik eigenlijk de dimensionals op de hoeken. Zodat ik eigenlijk wat ruimte overlaat waar dat lint dan doorheen kan. En vervolgens plak ik dit label over dat lint. Even mijn kaartje recht leggen. Zo, hartstikke mooi. En dan heb ik hier nog wat van die Festive Adhesive Backed Sequins in het goud. En die voeg ik nog even toe, zodat we wat extra bling hebben hier op de kaart. En dat brengt ons aan het einde van deze video voor de Global Stampin' Video Hop. Ik raad je aan om op de link in de description box te klikken. Want daar staat de link voor de volgende video van deze hop. En allemaal zijn we aan de slag gegaan met deze gave design papier uitdaging. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Geef het gerust een duimpje als dat zo is. Mocht je nou vragen hebben of een bestelling willen plaatsen, dan kun je me altijd mailen op danielle@mrsbrightside.nl. Je kan ook mijn webshop bezoeken op de Stampin' Up! Website. En een linkje ook daarvan staat in de description box. En heb je nou meer inspiratie nodig of wil je wat meer informatie gewoon lezen, dan kun je altijd naar mijn blog gaan, www.mrsbrightside.nl.
Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.